Het algemeen minimumloon is vanaf 1 juli 2023 vastgesteld op 35 SAD per uur. Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het ministerie van AWJ van 1 maart 2023, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon. Het maandelijkse minimumloon zal afhankelijk zijn van het aantal werkuren op dag, week en maandbasis. Bij de uitbetaling van overwerkvergoeding dient ten minste het geldende algemeen minimumloon als uitgangspunt te worden gehanteerd. De werknemer die constateert dat de werkgever nalaat hem of haar tenminste het algemeen minimumloon te betalen, dient dit onmiddellijk te melden bij de arbeidsinspectie. De laatste groep jongeren die zich heeft laten trainen in het kader van de training computervaardigheid en aangeboden door het ministerie van AWJ vormt de ultieme bekroning op het project computervaardigheid voor schoolgaande jonge moeders, vroege schoolverlaters en kansarme jongeren. Het eerste traject van dit project is op woensdag 5 juli 2023 in het district Saramacca afgesloten met de uitreiking van certificaten aan 31 jongeren. Het betreft de grootste groep geslaagden die is voortgekomen uit dit project. Ook is als bijzonderheid opgetekend dat het de eerste keer is geweest dat een groep is getraind zonder dat er uitvallers waren. Een andere bijzonderheid was dat 6 van de 31 jongeren tot best geslaagden werden uitgeroepen.